zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. De tekst voor de prediking ontleen ik vandaag aan onze lezing van de Romeinenbrief, waar Paulus schrijft, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want dat is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dat is de herziene Statenvertaling. En wij lazen natuurlijk niet het woord zaligheid, maar uit de MBG-vertaling het woord behoud. Behoud, behoudenis. Zaligheid zijn de woorden die hier gebruikt worden. Maar het betekent gewoon redding. Je zit in de nood, je zit in de penarie en je wordt eruit gered. Door iemand of iets sterker dan jij, met meer inzicht in jouw omstandigheden, het enige wat jij weet is het water is me tot aan de lippen gekomen, Heer. Ik kan niet meer verder. Mijn krachten zijn op. Ik zie geen uitweg meer. Kijk, dat is een situatie waaruit je gered moet worden. En misschien denken we daar niet vaak aan, maar het evangelie is dus een kracht van God. U dacht misschien het is een verhaal. Het is een boek uit de Bijbel. Nee, het is een kracht van God. En wat doet die kracht dan? Die kracht die redt. God die dit evangelie de wereld instuurde, die kent ons zo door en door dat hij weet dat het water tot aan onze lippen staat. Die weet dat wij in nood zijn. Anders zou dat evangelie ons niet worden aangereikt en aangeboden. Kracht van God die ons redden wil. En wij, we kijken zo'n beetje om ons heen en we zeggen, nou het valt toch wel mee. Waar moeten we dan zo van gered worden? Zo komt dat evangelie van Paulus in Rome aan. Als er nou één plaats is waar je zou denken, daar is die redding wel nodig. Zou je denken, Rome met al die afgodendienaars en met die wrede keizers die daar optreden. Met een volk dat daar vertrapt wordt. Waarvan de legers de rest van de wereld vertrappen. Daar is toch een volk in nood. Daar is toch het water tot aan de lippen gekomen. Daar is toch redding nodig. Paulus schrijft dat die gemeente in Rome, die kleine minderheid, die dat ook zo wel gezien heeft, maar de rest van Rome niet. De rest van Rome denkt, oh, dat gaat wel goed. We kunnen onze gang toch wel gaan. Dat boodschap van redding, waarom zouden we dat nodig hebben? En hoe kan er in die boodschap nou kracht liggen? Kracht, dat haal je uit je legermacht. Dat haal je uit het politieke gezag van de keizer. Dat haal je uit je carrière. Daar zit kracht in. Evangelie? Een verhaal over een gekruisigde Jood? Een misdadiger ook nog? Veroordeeld door Pontius Pilatus? Dat is geen kracht. Dat is zwakte en dwaasheid. Waar haalt deze Paulus het lef vandaan om te zeggen, ik schaam mij niet voor dat evangelie. Jullie lachen wel, jullie Romeinen. Je ziet er alleen maar dwaasheid en zwakte in. Jullie lachen wel. Maar ik weet het, het is een kracht van God. Zo heeft God zijn sterke arm naar ons mensen uitgestrekt in onze nood. Het is een kracht tot behoud. En je hoeft er niet eens zo ontzettend veel voor te doen. Dit evangelie verlangt niet een buitenmenselijke prestatie. Dat je een heilige wordt. Dat je je terugtrekt in de woestijn om 24 uur lang tot God te bidden. Of dat je aan alle regels van de Torah houdt. Dit evangelie vraagt dat niet eens. Het evangelie vraagt alleen maar instemming. Geloof. Ja, Heer. Uw diagnose van ons leven klopt. We zitten inderdaad in nood. Want we zien nu onszelf in uw licht. We zien onszelf zoals de Schepper ons moet zien, die ons gemaakt heeft om een leven te leiden vol liefde en zorg voor elkaar, vol zorg voor deze wereld, voor deze natuur. Zo zijn we bedoeld, zo zijn we gemaakt. En alles wat daarvan afwijkt, brengt ons echt in nood.
Dan slaat de onmenselijkheid toe, die gaat woekeren, die gaat welig tieren, als onkruid dat de tuin overneemt. En er blijft niets over van onze menselijkheid. Plotseling draait het leven om macht en geweld en aanzien. Zo schrijft Paulus dat aan de Romeinen. Jullie hebben redding nodig, mensen. Er is een dreiging die op je afkomt. Stel je voor, de wereld is een dorpje. Dorpje op een eiland. En iedereen in dat dorpje woont aan de voet van een vulkaan. Dat zijn wij. Want we kunnen de wereld niet verlaten. En we zitten bij elkaar. We zijn één grote wereldgemeenschap geworden. Maar er is een vulkaan. Er is een dreiging. Die vulkaan heeft zich al honderden jaren niet meer laten horen, kun je denken. Er is nog een vage herinnering aan oordelen die over de wereld heen gaan. Zo'n grote overstroming die dat eiland ooit helemaal heeft bedekt. Maar in onze tijd is het zichtbaar dat er kleine aardbevingjes komen. Dat er af en toe een rookpluim ontsnapt in die vulkaan. Die traag over de helling naar beneden rolt. Het dorpje, onze wereld, begint een beetje naar zwavel te stinken. Er gaan koeien dood op het vergeelde gras. En wat zeggen de mensen dan met elkaar? Kijk maar op internet, luister maar naar de radio, kijk maar op de televisie. Vroeger was het ook wel slecht, we maken moeilijke tijden door, maar het komt wel goed. Met een beetje meer inspanning van politici, van technici. Allerlei mensen kunnen zich daar toch voor inspannen. Het komt wel goed. Problemen die de mens heeft veroorzaakt, die zal die mens ook kunnen oplossen. Anderen raken in paniek en bedenken allerlei oplossingen. De grote verscheidenheid aan wereldbeschouwingen en religies. Wat zeggen boeddhisten? Er is nood in de wereld, zeggen ze. Het water staat ons inderdaad aan de lippen. Maar als je je dan maar helemaal rustig houdt, als je dat maar overgeeft aan hoe het leven gaat, dan kun je in volle rust en kalmte alles verdragen wat er gebeurt. Laat het maar gebeuren. Als je je naaste ziet lijden, als je anderen ziet creperen, blijf rustig. Doe wat je kunt, maar maak je niet druk, zo is het leven. Lijden hoort erbij. Dan moet je daaraan onttrekken door rustig te blijven. Kunstenaars maken prachtige beelden van alles wat ons bedreigt en hangen dat op aan een grote wand aan de voet van de vulkaan. Voor iedereen die het zien wil. Dat je tenminste weet wat op je afkomt. Dat je weet wat er mis is. Maar het is geen oplossing. Het is geen antwoord. De politici in het dorp begonnen aan de bouw van een grote houten schutting. Rondom dat dorp als bescherming tegen de lava die misschien zou komen. Daar waren ze druk mee, hoe hoog die moest zijn, hoeveel belasting je moest heffen om die te bouwen. Niemand maakt zich er echt druk om. Niemand weet waar deze dreiging vandaan komt, maar we voelen ons allemaal wel bedreigd en angstig. Een beklemd gevoel, een soort wereldwijde depressie. Een gevoel dat we het misschien wel niet zullen redden. En dat je maar goed voor jezelf moet zorgen, dat jouw deel tenminste veilig is. En dat je niet voor anderen kunt zorgen. Mijn stukje maar, mijn familie, mijn dorpje, mijn wijk in dat dorpje. Of we gaan elkaar de schuld geven. Aan ons ligt het niet. Wij hebben de dreiging niet veroorzaakt. Het is de derde wereld, met die achtelijke culturen die ze daar hebben. Of het is dat onontwikkelde Afrika. Of het zijn die Amerikanen die altijd zo agressief zijn. Of die Europeanen die maar nooit onderling het eens kunnen worden. Of het is de economie. Er is altijd wel iets om de schuld te geven. En niet naar jezelf te hoeven kijken. De tekst die we vandaag hebben gelezen, bemoeit Paulus zich met dat gesprek in dat dorpje. Toen in Rome, maar ook in ons wereldwijde dorp vandaag. Wat zou hij dan zeggen, te midden van al die stemmen die zeggen, hou je rustig, bouw een schutting, laten we voor onszelf proberen te zorgen, sluit die groep maar uit. Wat zou Paulus dan zeggen? Paulus zou zeggen, je moet wegtrekken. De enige oplossing is dat je dat dorp evacueert, die vulkaan hou je niet tegen met een schutting.
En die dreiging blijft bestaan. En we hebben er nu al last van. Je moet weg. Je moet dit leven zoals je dat kent verlaten en opnieuw beginnen. In de haven ligt een boot, zal hij zeggen. In de haven ligt een ark. En dat is de ark die de schepper van dit dorp en van dit eiland en van deze vulkaan, die de schepper heeft gereed gemaakt, zodat wij allen kunnen wegkomen op tijd. De dreiging is er, maar er is ook een antwoord. Paulus zou geen zachte woorden kunnen gebruiken, hij zou het keihard moeten zeggen. Mensen, die vulkaan komt tot ontploffing, dat kan niet anders, want wij mensen kunnen ons eigen lot niet bepalen. We drijven steeds verder af richting afgrond. Er moet een oplossing van buiten komen, zal hij zeggen. Maar er ligt een ark in de haven. Er is iemand gezonden door de schepper van hemel en aarde, die de weg en de waarheid in het leven is. En hij zal zeggen, deze boodschap die ik jullie breng, waar jullie nou misschien om lachen en gniffelen, dat lijkt zo dwaas, had hij niet veel beter iets slims kunnen zeggen over die schutting? Of iets slims over de wijkindeling van dat dorp of over die vulkaan. Daar had hij iets slims over moeten zeggen. Had hij meegepraat met iedereen. Maar hij brengt een boodschap die even dwaas is als revolutionair. Want hij zegt, jullie redden het niet hier in Rome. Gaat niet lukken. Ik schaam mij het evangelie niet, zegt hij. Ik schaam me er niet voor dat ik een boodschap breng waar iedereen om lacht. Die niemand serieus kan nemen omdat iedereen zijn eigen antwoord heeft. Want ik weet dat die ark er is, die boot ligt er. Ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht van God die mensen redt. Het is de enige redding. Het is de enige reddingsboei die de schepper van hemel en aarde ons mensen aanreikt. Dat doet hij alleen met deze. Dat doet hij alleen door zijn zoon. Er is geen andere uitweg. Paulus weet ook de reden van deze dreiging. Zijn diagnose raakt dieper. Wat ontbreekt ons? De gehoorzaamheid van het geloof. Paulus weet uit welke richting deze dreiging komt. God laat de schepping, laat het dorp aan zijn lot over. Hij kan er niets meer mee. Alle kruispunten van wegen staan afgodsbeelden. In de huizen waar de mensen tot deze God zouden moeten bidden, zijn ze bezig met elkaar, met de politiek, met intriges, of met machten die ze verzonnen hebben, die bij hun karakter passen en die niets anders doen dan hun eigen gedrag ondersteunen. Er is geen plaats voor deze God. Er is geen plaats voor zijn ark. Geen plaats voor zijn boodschap van redding. God weet dat. God laat die schepping als het ware haar gang gaan. Het ergste wat er kan zijn. Is dat God zegt, ik laat je over aan wat je zelf bedenkt. Doe het maar. Je wilt niet luisteren, doe het maar. En wij doen het maar. Stap voor stap in de richting van een zelfgeschapen afgrond. Paulus' oordeel over de mensen in Rome is even hard als het oordeel, denk ik, over de mensen nu. Mensen zijn hoogmoedig, zegt Paulus. Ze denken veel van zichzelf. Ze denken dat zij die toren kunnen bouwen die richting hemel reikt. Ze zijn grootsprekers. In hun hart weten ze hoe klein en zwak ze zijn. Maar ze doen net alsof ze alles in eigen hand hebben. Hun eigen lot kunnen bepalen. Mensen zijn voortdurend ongehoorzaam aan hun ouders. Dat gaat niet eens over kinderen. Dat gaat over ons, dat we veel te vroeg, veel te eigenwijs, onze eigen weg willen gaan. Uit puur eigen belang. Ongehoorzaam aan de ouders. Dat in dat lijstje van al die zware zonden. Dat is een hele bijzondere betekenis. Niet dat je onder de 18 naar je ouders moet luisteren. Maar dat je bezig moet zijn met de wijsheid die in het verleden is verworven. Dat je niet te eigenwijs moet worden. Je moet leren luisteren naar anderen. Heel de levensweg die God heeft voorgeschreven aan de mens, 10 woorden die we kennen, die worden op grote schaal in dit leven verlaten. Dat kan niet goed gaan.
Samenleving kan niet gebaseerd zijn op leugens en kwaadaardigheid. Je kunt geen toekomst bouwen op hebzucht en afgunst. Dat zien we in onze dagen in de economische crisis. Hebzucht, de drijfveer van alles wat we doen economisch, is ook hier de oorzaak van de ondergang geweest. Volkeren kunnen met elkaar geen vrede sluiten als geweld een vanzelfsprekende manier is om je zin te krijgen, als je geen barmhartigheid voelt voor anderen. Zo probeert God aan de mensheid duidelijk te maken, door ze te laten gaan, dat het zo niet gaat. In de hoop dat wij zouden leren van de gevolgen van onze eigen fouten. Dat we zouden inzien dat er een radicale andere weg moet komen. Het blijft gelukkig niet bij deze toren van God, die openbaar is, zichtbaar wordt in ons eigen handelen. De genade van God is verschenen en brengt zegen in deze wereld. Het evangelie is Gods kracht tot behoud. God heeft een beslissing genomen om die heilloze en van hem vervreemde wereld te redden. En tegenover de zwakte van de mensheid die naar de afgrond voert, staat nu de kracht van God die de mens wil redden. En tegenover die machteloze wijsheid die wij samen hebben, staat die effectieve, werkzame dwaasheid van het evangelie. De boodschap die Paulus brengt in Rome, waar iedereen om moet lachen, ja, die bevat juist het recept, het antwoord, Gods antwoord op onze nood. Wonderlijk hoe God dat doet. Hij maakt aan iedereen duidelijk dat dat zo niet verder kan. Dat is die toren die openbaar is. Kijk maar om je heen. Kijk maar naar de samenleving in Rome. Kijk maar naar Nederland. Je ziet dat het zo niet verder kan gaan. Dat is openbaar. Dat kan iedereen zien. En dan komt het antwoord van God in de vorm van de prediking. Het aanbod. De fluisterende stem die zegt, er ligt een boot in de haven. Er is een ark door God gereed gemaakt. Er is een weg die hij wijst naar herstel van alles. Het is een weg van verlossing. Van al die machten die ons in de greep houden. Zelf gemaakte machten en machten van buitenaf. Angst voor de dood. De schuld die niet meer te verdragen valt. Schaamte over onszelf. Grootsprekerij omdat je niet durft zeggen hoe klein je eigenlijk bent. Al die machten en krachten die ons leven onwaarachtig maken en klein, die zijn verslagen, zegt het evangelie. Er is een middel. Er is één mens geweest die heeft laten zien dat je geheel en al voor God en de naaste kunt leven. Dat je niet geregeerd wordt door angst en door schaamte en door schuld omdat jouw weg recht is gebleven. Er is er één die al datgene wat wij niet konden dragen op zich heeft genomen. Die lam geworden is. Lam Gods dat de zonde van de wereld draagt. Die schuld die wij niet kunnen dragen, die mogen we op hem werpen. God heeft eigenlijk juist in die prediking alles recht gezet. Maar het is in de vorm van een evangelie, van een verhaal, van een goede boodschap. God fluistert met zijn aanbod van heil, zoals hij schreeuwt met zijn toorn om ons iets duidelijk te maken. Eerst de schreeuw die zegt, de schreeuw van pijn die zegt, zo kan toch mijn schepping niet aflopen. En dan de fluisterstem die zegt, hoor nou, kom nou. Neem nou van dit water dat je gratis krijgt voor niets. Neem nou van dit brood dat je gratis krijgt voor niets. Leg je hand nou op dat lam dat geslacht is voor de zonde van de wereld. Neem nou die dwaze boodschap aan van een Jezus die gestorven is aan een kruis, die zwak lijkt te zijn, maar in werkelijkheid alle macht in hemel en op aarde heeft. Doe dat nou. Zijn stem klinkt tot vandaag aan toe. Zo spreekt Paulus in de wereld van Rome, zo spreekt hij in dat dorpje waar wij zitten. Waarom horen zo weinig mensen die boodschap? En er niet velen
die liever profiteren van de angst van anderen? Zijn er niet velen die denken dat hun eigen leventje wel veilig kan zijn omdat ze op wat hogere grond wonen? Of vlakbij die houten muur, die houten schutting die gebouwd wordt? Zijn er niet velen die simpelweg maar denken het zal mijn tijd wel duren en met mijn achterkleinkinderen heb ik niks te maken? Zijn er niet te velen die een cocon om zich heen werpen? Niet luisteren naar de nood van anderen. Wat kan Paulus dan nog doen? Wat kunt u nog doen? Behalve blijven zeggen. Aandringen. Het blijven zeggen. Met Paulus zeggen. Maar dit evangelie is een kracht Gods tot behoud. Niet een kracht van mensen. Maar het komt van God uit. En het is krachtig. Want het verandert jouw leven. Het brengt jou in een andere verhouding tot God. Het biedt je vergeving aan en een rijkdom van zegen die ongekend is. Het is krachtig, het doet iets. En het is het evangelie van een God die door de vernedering en de dood heen ging, ons zo lief had dat hij ons in die vernedering en dood wilde opzoeken. Hoe kun je zo'n verhaal aan je voorbij laten gaan? Maar dan moet je het wel horen, dan moet er een plek zijn waar je het kunt horen. Hier buiten op straat moet je iemand tegenkomen die het je laat horen. Dan moet je op je werk iemand ontmoeten die het je laat horen. Geloof is uit het gehoor. Het gehoor is uit de prediking. De prediking is uit de zending. U bent allen gezonden om net als Paulus de dwaasheid van het evangelie te delen in deze wereld. Tegen mensen op straat te zeggen, ken je het al? Weet je al dat dit de kracht Gods is tot behoud voor ieder die gelooft en geen andere? Dat is onze taak. Dat is Paulus' taak. Dan zullen we net zo worden uitgelachen als Paulus. Dan hebben we net zo'n risico dat we ons gaan schamen voor die boodschap als hij. Kan niet anders, hoort erbij. De wereld zal erom lachen voor het merendeel. Maar die enkele, die ene, die je aanspreekt met dit evangelie en die het aangrijpt en zegt, maar hier hoor ik bij, dit zegt mij werkelijk wat, ik wil die God leren kennen. Ik wil me op die weg bevinden straks. Die ene hebt u dan gered. Want het evangelie dat u verkondigt en deelt, is een kracht van God die redt. Van al datgene wat ons aan onze onmenselijkheid vasthoudt, bindt en naar beneden trekt. Deskundigen op televisie, als ze dat in Rome zouden hebben gehad, zullen zeker verklaren dat het met Paulus' woorden wel meevalt. De samenleving is niet zo erg als hij schetst. Het zedelijk bederf is niet zo ver voortgeschreden. Je kunt alles wel egoïsme noemen, maar gezond egoïsme is ook wel goed, enzovoorts, enzovoorts. Tegenspraak genoeg. Paulus blijft volhouden. Ik schaam mij niet voor dat evangelie. Ik weet iets van het evangelie. Gods zoon is verschenen. De genade van God is verschenen. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft geleefd. Hij is gestorven. Hij is ten derde dagen opgestaan van de doden. Dat is ons evangelie. Een evangelie van Gods wijsheid en van Gods kracht. Wat doen we dan als Paulus en wij, als iedereen die het evangelie beleidt, wordt uitgelachen en geminacht? Moeten we ons dan gaan schamen? Moeten wij ons dan maar gaan schamen voor het evangelie, onze mond houden? Schaam mij niet voor dat evangelie, zegt hij. Laten we het hem nazeggen. Ik schaam mij niet voor dit evangelie. Dit is de boodschap die jou kan redden. Dit is de boodschap die jou een leven terugschenkt wat je verloren hebt. Ook al denk je nog zozeer dat je alles in eigen macht hebt. Dit is het evangelie wat jouw relatie met God goed maakt. Jij en je schepper zijn weer samen. Dit is geen verhaal om je over te schamen. Want Jezus Christus is de enige weg tot behoud voor allen. Hem zij de heerlijkheid en de eer en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.